Oké, raadsel. Dit bordje met biologische zalm, courgettes, wilde rijst en tomaat. Of deze hamburger met patatje, ketchup en een kaassouffleetje. Welke is het duurst? Nee, ik denk met die zalm. Ik denk dat deze duur is. Ik denk de vis. Ja, makkelijkste raadsel ever, ik weet het. Maar nu iets moeilijker. Wat kost dit eten? Kaassouffleetje, broodje, patatje. Een eurotje voor 3. 2 euro uit. 7 euro. Deze? 5 euro. Ja, ik denk 12 euro of zo. En die? Ja, 4 euro of zo. Als je dit bord met alleen ongezond eten in de supermarkt koopt, kost dat... En dit bordje gezond in dezelfde supermarkt kost... een verschil van 5,75 euro. Maar waarom is dat? Waarom is gezond eten duurder dan ongezond eten? Oké, laten we het eerst eens hebben over de vraag... wat is gezond eten eigenlijk? Daar is niet één simpel antwoord op te geven. Want het zit hem niet alleen in de hoeveelheid calorieën. Natuurlijk, vaak zitten daar meer calorieën... een ongezond eten. Er zijn ook genoeg gezonde producten, zoals deze zalm of deze avocado bijvoorbeeld... die bomvol calorieën zitten, maar toch goed voor je zijn. Gezond eten zit hem vooral in de voedingswaarde. En producten zoals vis en groenten hebben een betere verdeling... van onverzadigde en verzadigde vetten, suikers, vezels, vitamines, eiwitten en mineralen. Maar als je nou naar deze statistiek kijkt, dan zie je iets opmerkelijks. Producten in de categorie gezond zijn de afgelopen 10 jaar... veel sneller in prijs gestegen dan ongezonde producten. Maar waarom is dat? Dat komt bijvoorbeeld hierdoor. Overal ter wereld verbouwen boeren suiker, bieten, graan, maïs, fruit en andere producten. Het aanbod is heel groot en daardoor is de prijs laag. Maar de kosten verschillen ook heel erg. In India krijgen mensen bijvoorbeeld een veel lager loon. Om daarmee te kunnen concurreren krijgen boeren in Europa subsidie om graan, suiker, bieten of fruit te telen. Maar ook op melk of rundvlees. En zo komen er nog meer van die producten op de markt. Op zichzelf zijn producten als graan, rund, vlees, melk of fruit natuurlijk niet ongezond. Maar ze kunnen makkelijk worden verwerkt tot ongezonde producten. Dat houdt de prijs laag, maar de winst hoog. Dit potje met appelmoes bijvoorbeeld kost 1 euro. Maar dit pak verse appels kost 2,50 euro. Door goedkope dingen zoals smaakstoffen, suikers en vetten toe te voegen... kunnen bedrijven een gezond product voor minder geld, maar met meer winst verkopen. Je krijgt meer appel voor minder geld, maar het is ook een stuk ongezonder. En er is nog iets. Vers gezond voedsel is voor supermarkten veel duurder dan bewerkt voedsel. Een krop sla of een appel is maar beperkt houdbaar. Ze bederven binnen een paar weken of dagen. En deze rol koekjes of die pot appelmoes kunnen maanden of zelfs jaren in de kast liggen. Verse producten worden dus veel vaker weggegooid, ook door supermarkten. Die nemen altijd een risico met de inkoop van verse producten. Om die kosten toch goed te maken, verrekent de supermarkt dit in de prijs van jouw sla of appel. En er is nog iets. Als in de supermarkt staat, welke van de twee zou u kiezen? Deze. Waarom die? Ja, omdat die recht is. Ja, deze denk ik. Waarom? Ja, gewoon, die ziet er gewoon mooier uit dan die. Ja, wij, de consument, willen dat ons eten er mooi uitziet. Een komkommer moet recht zijn, een appel moet glimmen. We stellen hoge eisen aan het uiterlijk van onze verse voeding. Produceren van mooie producten kost vaak meer tijd, energie en grondstof en dus meer geld. En ook dat merk je bij de kassa. En er is nog iets. Vanwege onze natuurlijke voorkeur voor zoet en vet eten we liever appelmoes en koekjes dan appels en zaden. Door onze grote vraag naar ongezonde producten wordt er heel veel van gemaakt. En daardoor zijn kosten per product lager en dat maakt ongezond voedsel weer goedkoper. En daarmee is de cirkel rond. We zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat voedsel goedkoop is. Kijk, begin vorige eeuw ging ruim 1/3 van ons inkomen naar voeding. Eind jaren 60 was dat gedaald naar 1/4. En tegenwoordig besteden we nog maar 1/10 van ons inkomen aan eten. Door die massaproductie zijn producten goedkoper geworden... en we zijn ook steeds meer gaan verdienen. Wil je gezonder eten, dan kun je er dus voor kiezen... om meer geld uit te geven aan je maaltijd. Maar je kunt ook gezond en goedkoop eten. Op onze site hebben we een heleboel gezonde, betaalbare recepten voor je verzameld. Check onder de video voor een link. Eet smakelijk!